kan wel eens een lekker potje gaan worden hier in Almelo tussen Heracles en AZ. Twee ploegen met ieder zo zijn problemen in de beginfase van het seizoen. Heracles 1 uit 3. Maar over het voetbal zijn ze in Almelo helemaal niet zo ontevreden. Een nederlaag tegen PSV kan gebeuren. Gelijkspel op bezoek bij Sparta in een wedstrijd waarin Heracles de betere ploeg was. En een nederlaag thuis tegen NEC. Mede veroorzaakt, vooral veroorzaakt door de rode kaart die Sinan Bakis kreeg. En dan AZ, 3 gespeeld, 3. Overwinning bij Heerenveen is prima, maar dat was de nederlaag in Waalwijk tegen RKC natuurlijk niet. En AZ kreeg complimenten voor het spel tegen PSV, maar verloor wel met 3-0. En dan speelde AZ natuurlijk ook nog afgelopen donderdag. De eerste wedstrijd in de groepsfase van de Conference League tegen het Deense Randers. En dat werd een 2-2 gelijk spel. In een wedstrijd die eigenlijk gewonnen had moeten worden door de formatie van Pascal Jansen. Opstelling van AZ. Letschert, die dus hersteld is van zijn kuitblessure. Centraal achterin naast Martin Zindi. Geen Hatzidiakos, die dus gewoon gepasseerd is. En verder dezelfde elf als afgelopen donderdag in Denemarken. Opstelling van Heracles kent dus 3 wijzigingen. Eentje centraal achterin. Daar speelt Rente in plaats van Schoofs. Schoofs die het helemaal niet slecht deed in de eerste wedstrijden van het seizoen zit op de bank. Amissi dus de vervanger van Basacikoglu en Sierhuis voor de geschorste Bakis. Heracles wacht dus nog op de eerste overwinning van het seizoen. En wat kan Sierhuis vandaag in zijn eerste wedstrijd voor de Almeloers? Maakte zijn laatste doelpunt in de competitiewedstrijd voor FC Groningen. Dat was in januari van 2020. Nota bene tegen Ajax. Amissi wordt hier aangetikt door Mietje. En dus komt er een vrije trap voor Heracles. Schade valt mee uiteindelijk bij Mohamed Amissi. Vloed is de man van de spelhervattingen. Daar waar AZ zoveel problemen mee had. Afgelopen donderdag opnieuw het eerste schot van Sierhuis. Levert de redding op van Vindaal. Kans Gudmundsson. En de redding is afdoende van Blaswieg. Dit was de eerste serieuze mogelijkheid voor AZ. Knoester. Oef, slechte kaats van Vloed. Pavlidis. AZ reageert heel snel en komt met veel spelers. Gudmundsson, Witry aan de buitenkant. Pavlidis voor de goal. Het is geen bruikbare voorzet. Daar had AZ meer mee moeten doen. Meer mee kunnen doen. De hoekschop. Zonder gevaar, sterker nog, het is een countermogelijkheid voor Heracles. Vloed op volle snelheid. Lauwersen is mee, maar de paas is niet goed. Zo is het wel vermakelijk, want golft het spel op en neer. Ook deze paas is net niet perfect van Mietje. Niet op maat voor Pavlidis. Goeie kaats, Pavlidis, 1-2 met Dani de Wit. Pavlidis wandelt door het strafschopgebied. Gudmundsson, zo wat knap binnengeschoten zeg. AZ dat zoveel kansen nodig had de laatste tijd om doelpunten te maken. Nou, hier is niets minder waar. Eerst al de combinatie die prima is tussen Pavlidis en de Wit. En dan Gudmundsson, uitstand, draait hij zich om en schiet hij hem in de kruising. AZ staat op voorsprong. Gudmundsson. Witry. Noorse combinatie. Witry, Mietje. Gudmundsson raakt hem op zijn scheenbeen. Heracles is nog enigszins zoekende. Hoe wordt Vloed in stelling gebracht? Hoe wordt Sierhuis in stelling gebracht? Dit is een mooie opening van Vloed. Amissi. Zelf op avontuur. Kruipt door, sluipt door. Maar een overtreding ziet de scheidsrechter niet. Dus mag AZ uitverdedigen via Mietje. Maar die is wel weer slordig. Uithalen maar. Probeer het een keer, zou je zeggen. Maar die bal smoort. De poging van Fadiga. Versnelling van Amissi. Is er niet veel aan de hand. De La Torre, dat is wel goed.
Overtreding. Klaasie krijgt hier een kaart voor. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Jordi Klaasie. Die zich meteen verontschuldigt bij de La Torre. En wat heeft Geuzebuurk nu van de videoscheidsrechter te horen gekregen? Dat hij moet gaan kijken of dit niet een rode kaart moet zijn. En wat doet de scheidsrechter met dat advies? De gele kaart wordt een rode voor Jordi Klaasie. AZ moet verder met 10 man. En speelde Heracles 3 weken geleden tegen NEC zelf lang met 10 man. Nu mag het gaan profiteren wellicht van een man meer situatie tegen AZ. Eerste mogelijkheid, Sierhuis! Zo, wat een mooie goal van Kai Sierhuis. AZ krijgt klap op klap in de slotfase van de eerste helft. Eerst die rode kaart en nu het doelpunt. Vroeg in de wedstrijd kreeg Sierhuis al die kans. Nu de ontlading. Dit is wat Heracles nodig heeft. En de debutant levert. En een machtige uithaal van Kai Sierhuis. Wat vliegt die bal er lekker in, zeg. Echt heel zwak verdedigd door Letcher. En een prachtgoal voor Sierhuis. Knoester. Sierhuis vraagt. Sierhuis krijgt ook. Martins in die komt weg. Passacico Blue. In de korte hoek. Goed gepakt. Door Vindaal. Fout Wijndal. Vloed. Passacico Blue. Sierhuis is scherp. De voorzet is ook te scherp. Anders had het hier 2-1 kunnen worden. Vloed. Wijndal goed opgesteld. Abouglou. Zo is het lastig voor AZ om de bal überhaupt in de ploeg te houden. Passacico Blue. Renning Vindal. Vloed, Sierhuis. Verdedigd door Abouglou. Kio Mortzoglu. Voorzet richting Sierhuis. Uitgeteld op het veld, maar geen blessure. Hij was er weer dichtbij. Is voortdurend in de weer. En dus moet je niet gek opkijken als hij straks wel zijn tweede doelpunt van de middag maakt. Nuttig, Abouglou van Gudmundsson was hem wel makkelijk kwijt. Abouglou loopt door, Pavlidis met de paas. Abouglou, dat is ook wel aardig geschoten. Eindelijk een mogelijkheid voor AZ. Ja, met zijn tienen valt het allemaal niet mee. Van Knoester op de stropdas bij Passacico Blue. Vloed wijst. Kreeg de bal ook waar hij hem hebben wilde. En wint hier van Mietje Vloed. Goeie redding Vindal. Voorzet nog. Kopkans Burgzorg. Sierhuis legt klaar. Te moeilijk voor de La Torre. Daar was Heracles weer gevaarlijk. Aan de andere kant AZ met Abouglou en Pavlidis. Kwart wedstrijd nog. Het is spannend in Almelo. Abouglou. Moet er nogal wat uitspelen om ergens toe te komen. Dat doet hij heel knap. Sugawara maakt er niet veel van hier. Dat is ook wel zijn kracht. Rijvloed. Ook langs Martin Zindi. En niet de eerste goede redding vanmiddag van Vindaal. Sugawara zijn hielen zien, combinatie met Sierhuis, Burgzorg. Wat een mooie goal. En 2-1 voor Heracles. Prachtige 1-2 tussen Burgzorg en Sierhuis.
En dan maakt hij het dus ook af. Invaller Delano Burgzorg. Ja! Nu heeft AZ echt een probleem. Want nu staat het voor het eerst vanmiddag op achterstand. Hij zet het zelf op. Burgzorg komt los van Sugawara met de hak. Doet Sierhuizen. Dat is echt heel knap. Dit is een schitterende Heracles goal. Letschert er dus vanaf. Reinders, de wissels van Pascal Jansen zorgen in ieder geval voor gevaar. Hoekschop. Je ziet ze bij Heracles toch even kijken van hoe moeten we dit op gaan lossen. Hoekschop is al genomen, Reinders. Wijndal. 89e minuut. Mietje, Reinders wil hem graag terug. Tijani Reinders, zo, wat een mooie goal! Dat is echt een geweldige uithaal. En was die treffer van Sierhuis fraai in de eerste helft. Deze is nog veel mooier. Uit het niets de knal van Reinders. Die als invaller even laat zien wat hij kan. Toch nog de gelijkmaker voor AZ. De afstand behoorlijk. Dik 20 meter. Maar er is geen oude aan voor Blassie. Alles of niets, scanderen de supporters van AZ. Dat zou toch wat zijn. Met 10 tegen 11. Basacikoglu. Kan Heracles de overwinning nog binnenslepen? Basacikoglu krijgt na de overtreding van Mietje de vrije trap. Mietje krijgt geel. Hij loopt hem van zijn sokken. Diep in de extra tijd. Vloed. Oh! Die hoorde er ook nog bij. 3-2 voor Heracles. Wat een ontlading. Enorm kabaal hier in het stadion. Want Heracles boekt de eerste overwinning van het seizoen. En wat een dreun is dit voor AZ.